Oké, leerlingen, welkom bij deze videoles over kringlopen. Kringlopen, cycli, hè? Cycli, verschillende stadia. En dan komt het eigenlijk weer bij hetzelfde punt uit. Want daar ben ik. Er zijn nogal wat cycli, nogal wat kringlopen. Hier zie je er een aantal staan: de koolstofkringloop, de stikstofkringloop. Daar ga ik even op in. En ook op de waterkringloop. En ook de gesteentecyclus neem ik even mee. En hoewel dit een grote lijst van kringlopen is, is die nog niet eens compleet, want er bestaat ook nog een silica-kringloop. Nou, daar ga ik niet op in nu, maar het is goed dat je weet dat het heel complex is. En tegelijkertijd ook weer niet. Je kunt het complexer maken en als je het echt wil begrijpen, ja, dan is het wel complex. Oké, even doen, terug naar het lef, een beetje snel. Oké, nou hier hebben we dan die koolstofkringloop. Ja, we moeten ergens beginnen, dus we beginnen even in de atmosfeer. Hè. Er zit bepaalde hoeveelheid 750 iets in de atmosfeer. Dat wordt dan opgenomen door planten. Planten gaan dood, komen in de bodem terecht. Daar wordt dat koolstof dan opgenomen of weer vrijgelaten. Het hangt er vanaf hoe dit eruit ziet, of er veel bossen zijn of moerassen. Of ergens in de bodem zit natuurlijk ook dat oude koolstof, wat ergens honderden miljoenen jaar geleden is opgeslagen daar. En dat zijn we dus nu met hele grote hoeveelheden, kijk, 4000 iets aan het verbranden. Veel van deze CO2 komt ook weer in de oceanen terecht, want er is voortdurend een uitwisseling en de laatste jaren vooral een opname van CO2 in de oceanen. Nou, dan heb je nog de ondiepe oceaan en de diepe oceaan, dat is een beetje detail. En in de oceanen leven allemaal beestjes, algen, plantjes, calciumcarbonaatvormende organismen. En die nemen dan allemaal organismen en die nemen dat allemaal op en dan komt het uiteindelijk als ze doodgaan in het sediment terecht. Dus die koolstof komt dan ook weer hier terecht. En dan begint eigenlijk de gesteentecyclus. Die heb ik hier afgebeeld. Dat gaat even in deze volgorde. Dus hier, dat CO2 wordt dan opgenomen in diertjes en plantjes. En komt hier op de zeebodem terecht. En dan vroeg of laat, kan best wel lang duren overigens, wordt dat sediment hier in een subductiezone. En je weet hoe dat werkt. Dan wordt het hier heet. En dan komt de gassen vrij. En dan komt het bij een vulkaan er weer uit. Dus dat is een beetje de twee kanten van de koolstofcyclus. En wij verstoren hem dus heel erg door hier iets toe te voegen wat er voorheen niet was. En om nou even erop in te gaan hoe groot die verstoring is, dan, dit is een luchtfoto of eigenlijk Google Earth van Europa bij nacht. Nou, dan zie je hoeveel verlichting er is. Nou, die verlichting wordt op dit moment natuurlijk nog gemaakt met fossiele brandstoffen. Maar dan zie je nog niet eens alle fabrieken en auto's en al die andere dingen. Het is dus echt heel groot, hè? Dit is Noord-Amerika, dus er is echt heel veel invloed van mensen op die cyclus. En we zijn tenslotte toch maar een klein planeetje in een hele grote, woeste, onleefbare ruimte. En we moeten een beetje voorzichtig omspringen met ons milieu en dat doen we eerlijk gezegd op dit moment niet. Onze atmosfeer is ook heel dun, hè? Je kan denken, ja, het is oneindig groot, het maakt het uit wat we daaraan doen. Nou, dat is dus niet zo. Het is niet oneindig groot. 7 miljard mensen zijn een heleboel mensen. En zeker de 2 miljard die op dit moment heel veel doen, heel veel uitgeven, heel veel reizen, heel veel. En het is allemaal niet nodig, want in principe zouden we onze hele samenleving ook duurzaam kunnen maken. Maar dat is dan een andere video. Er wordt wel eens fake news verspreid. Nou, tegenwoordig wordt er heel veel fake news verspreid. En dat is heel moeilijk te bestrijden. De enige oplossing is dat je mensen goed opleidt, zodat ze het een van het ander kunnen onderscheiden. Het wordt wel eens gezegd, ja, vulkanen die stoten veel meer uit dan wij mensen ooit zouden kunnen uitstoten. Nou, dat is dus niet zo. Dit is een betrouwbare bron. En dat weet ik dan toevallig, omdat ik allerlei dingen gestudeerd heb, wat jij allemaal nog moet gaan doen natuurlijk. Maar de gemiddelde uitstoot van de mens is 100 maal groter dan die van vulkanen. Er zijn wel eens pieken, hè, dat kan wel eens een flinke vulkaanuitbarsting zijn. En dan hangt het ook een beetje af van welke vulkaan uitbarst, want die op La Palma die stoot wel veel stikstof uit, maar niet al te veel CO2. En andere vulkanen doen dat weer wel. Dus vooral subductievulkanen kunnen veel CO2 uitstoten, maar het valt in het niet bij de invloed van de mens op dit moment. Nou, een andere belangrijke cyclus die ik toch even niet wil passeren is de watercyclus. Nou, daar hoef ik niet al te lang bij stil te staan, want die ken je natuurlijk wel. Want ja, het is gewoon een kwestie van verdampen, regenen en dan terugstromen. Maar er zijn ook wel zorgen over de watercyclus. Het heeft te maken met de tekorten die we hebben. Kijk, dit zijn twee scenario's waarbij eigenlijk heel simpel gezegd
Watertekorten is wat rood is. Dus als je rood ziet staan op deze kaart, ontstaan er watertekorten. Zuid-Amerika zal een groot watertekort krijgen. Bepaalde delen van Europa, zuidelijk Afrika, maar ook delen van de VS. En het zal erger worden naarmate de klimaatverandering erger is. Hier zijn twee scenario's uitgewerkt. Hier zie je de 1,5 graden en hier zie je de 2 graden Celsius. Deze is al eigenlijk niet meer te vermijden met het tempo waarin we nu bezig zijn. En deze zal vermoedelijk meer waarschijnlijker zijn, omdat we gewoon nog steeds echt heel weinig doen. En dan krijg je grote watertekorten met alle gevolgen van dien voor mensen. Natuurlijk ook voor het ecosysteem. Nou, dit is een anamorfose kaart van het watertekort. Dus hier worden dan de landen die het grootste watertekort hebben ook heel groot afgebeeld. Je ziet dat de Verenigde Staten helemaal opgezwollen is, dat India helemaal opgezwollen is. Dus wat dat betreft, het heeft nou iets te maken met hoeveel mensen er wonen. Dus in deze kaart zijn niet alleen maar de watertekorten verwerkt, maar ook nog eens een keer hoeveel mensen het treft. Een anamorfose kaart. Nou, die waterproblematiek, daar kun je video's over volmaken. Soms heb je enorme tekorten en om dat op te heffen moet je water gaan opslaan. Hier zie je dan een voorbeeld van een prijswinnend herstel van een wetland. Een wetland is eigenlijk waar een rivier tijdelijk kan overstromen en veel van zijn water kan kwijtraken. Maar je kunt ook denken aan bovenstroomse moerassen, waar het water beter wordt vastgehouden. En tegelijkertijd hebben we ook soms van die enorme afvoeren, waardoor alles onder water loopt. Dat heb je, als het goed is, van de zomer natuurlijk ook weer gezien. Maar er gaat eigenlijk de laatste jaren geen zomer voorbij, of er zijn ergens hele forse overstromingen. Dus er is behoorlijk wat mis met het systeem en er moet behoorlijk veel aan gedaan worden. Daar zal ik nu even verder niet op ingaan. We hebben nog de stikstofkringloop. Ook even interessant, omdat we natuurlijk in Nederland een stikstofprobleem hebben. Als je daar al nooit van gehoord hebt, dan moet je toch echt eens het nieuws eens gaan kijken. Want het houdt de bouw tegen. We mogen niet hard meer rijden. Dat is natuurlijk het minst belangrijke. Maar stikstof is natuurlijk een hele nuttige stof die ook een cyclus maakt. Hè. Het is een voedingsstof, dus hij wordt op planten gebruikt om te groeien. En als planten die halen dat soms uit de bodem, waar bepaalde bacteriën het nog binden ook. Hè. Want de stikstof zit natuurlijk wel gewoon in de atmosfeer. Maar ook dat wordt gebruikt door de biosfeer en wordt in de bodem gebracht. En je krijgt daar ook een cyclus in. In feite ben ik daar niet zo deskundig in, maar het is goed om te weten dat die cyclus er is. Dat schijn ik. En wij stoten nogal wat uit. Dat komt vooral, denk ik, omdat we heel veel voedingsstoffen uit andere landen halen om onze enorme veestapel mee te voeren. En we hebben natuurlijk nog een petrochemische industrie waar ook stikstof bij vrijkomt. Dus we hebben enorm veel de stikstof. Nou, die getallen zeggen mij net zo min wat als jullie. Maar ik weet wel dat er Europese wetgeving is. En die zegt, ja, je mag echt niet meer uitstoten dan dit. En wij doen dit al heel lang. En dat betekent dat onze Raad van State, ons hoogste gerechtshof, die de overheid beoordeelt, zegt, ja, nu kan het echt niet langer meer. Ook omdat anders de Europese Hof zal ingrijpen. Dus wij moeten echt van die vervuiling af. En nou ja, na heel veel aarzelen, uitstellen, niet luisteren, andere kant op kijken, is onze politiek nu, ja, staat nu met de rug tegen de muur en moet het nu gaan doen. Ja, jongens, zo werkt het nou helemaal in Nederland. Het is niet echt een, nou, het is een beetje een bananenrepubliek geworden. Ik ga nog even terug. Nou, er zijn wat scenario's. Dit is een sheet van, ik geloof, Greenpeace. Die zeggen, joh, weet je, als je nou gaat saneren in die dieren, dus je houdt nog maar een kwart over van de dieren, dat zie je hier staan, 73%, en je gaat ecologisch bouwen, dan kost dat eigenlijk helemaal niks extra's, dat levert heel veel op. En dat is met eigenlijk alles zo. Kijk, als iemand zegt, ja, maar die fossiele brandstoffen, onze economie draait er zo goed op, dan moet je jezelf altijd de vraag stellen, wiens economie is dat? En 9 van de 10 keer is het niet jouw economie, want jij hebt er alleen maar last van. Of ja, kosten stijgen, of weet ik wat allemaal niet. Dus het is ook politiek heel erg verdeeld. Er is heel veel belangenbehartiging, er is heel veel lobby. Amerika staat er onbekend, maar wij hebben het eigenlijk ook al. En het is niet altijd in jullie belang om te luisteren naar die mensen die daar heel veel financiële belang in hebben. In jullie belang is het om die betere klimaatmaatregelen te nemen. Maar goed, dat is voor een andere keer en voor andere video's. Normaal, want dat was het weer voor nu, deze video. Er zijn natuurlijk allerlei verdiepende video's waar je nog kan. Hè, mijn kanaal staat er vol mee. De gesteentecyclus apart wordt nog verder uitgelegd elders. Klimaatverandering heb ik een aantal video's over. Doe je voordeel ermee, maar vergeet niet ook je docent te gebruiken. Je hebt ook een lesboek, daar staat het ook nog eens een keer in. Elke docent zal iets andere accenten leggen, dus vaar niet helemaal op deze video.
Maar maak er wel gebruik van en ik wens je veel succes en tot een volgende video.